Reuzenspinkrab Alexander is begin juli een ware hype. Het dier zou in Sea Life op Scheveningen komen wonen, maar overlijdt vlak na aankomst. Waarschijnlijk stress, zeggen de deskundigen. Alexander had voor Sea Life een grote publiekstrekker moeten worden. Op de A12 maakt een benzinedief een grote klapper. De man heeft op de A1 bij Muiden getankt zonder te betalen en rijdt daarna bijna naar Gent omver, waarna de achtervolging begint. Later raakt hij op de oprit bij Nooddorp de macht over het stuur kwijt. Een andere auto botste vervolgens tegenop. Benzinedief en een vrouw die bij hem in de auto zit raken gewond. Het omstreden cultuurpaleis dat voor 181 miljoen euro aan het spui in Den Haag moet komen te staan is dit jaar ook volop in het nieuws. Even lijkt het mis te gaan als in juli een meerderheid van de leden van de PvdA tegen de bouw stemt. Later worden de rijen gesloten en besluit de gemeenteraad dat de vervanging van de Dr. Anton Philipszaal, het Lucent Danstheater en het conservatorium er gewoon komt. Half juli komt het nieuws naar buiten dat het Lange Landziekenhuis in Zoetermeer is gered. Zorgorganisatie Vierstroom en de medische staf nemen de boel samen over. Het ziekenhuis zit dan al een tijdje flink in de financiële problemen. Voor het personeel verandert er niet veel. Opschudding is er half juli, als blijkt dat een man uit Den Haag jonge poesjes heeft opgehaald via Marktplaats en daar rare dingen mee doet. Arnold H., ook wel de Haagse kattenkiller genoemd, heeft deze weerloze beestjes gruwelijk mishandeld en daarna vermoord. De eigenaresse van de 3 maanden oude poesjes is geschokt. Arnold H. doet zich tegenover haar voor als een echte dierenliefhebber, maar niets blijkt minder waar. Tumult in de Haagse rechtszaal als de zaak wordt behandeld tegen de Bulgaar die op Scheveningen de 13-jarige Donnie Rog doodreed. Tegen hem wordt een werkstraf geëist en 4 maanden voorwaardelijk. Het boze publiek in de rechtszaal gooit daarna met stoelen en de zaak wordt stilgelegd. Uiteindelijk krijgt de Bulgaar 7 maanden cel en mag hij 4 jaar niet autorijden. Eind juli loopt de temperatuur hoog op. Zo hoog dat baldadige jongeren op meerdere plekken in Den Haag de brandkranen opendraaien. Het waterbedrijf is daar niet blij mee en spreekt van vandalisme. En de rekening gaat naar de gemeente Den Haag.